We hebben in Litouwen maar een camping opgezocht. Dit noemen ze het landgoed De Harmonie. Nou, dat is het ook echt. Man, wat een ding, hè, Rob. Echt prachtig. Morgen een stukje tijd rijden en dan gaan we weer verder. Op de boot rijden. Ah. We zijn op landgoed De Harmonie. Ah. Daar is het niet ouwe. Ah, nee. Nou, je wordt gevelend, dus. Hoe kan je nou filmen? Ja, omdat ik hem gewoon continu op mijn motor na heb gezet. Ik heb natuurlijk een lang snoertje in mijn zak zitten, dus. Ja, maar je rijdt nou naar de tattoo, want dat zie ik op mijn ding. Mag ik toch op mijn windscherm zetten dat ik er vrede heb? Ja. Ja, ook gewoon dan als je drie rollen doet. Ja. Ik rij al harder als gisteren. Ik weet niet, stop, hij heeft een foto gemaakt. Ja. Ja, ja, je rijdt nu op de tent. Yay, we hebben eindelijk de tent eruit! Ja. Oh, maar heel leuk. Wat is ineens je grep opgepikt? Ja. Ik zeg dat je aan het eind van de wereld. Ja, maar recht, ja. Zanski. Nee, dat is ook de weg gewoon, Robberdoes. Wat? Kijk, anders ga je daar rechts zo het bos in. Kijk maar. Als we rechtdoor gaan, gaan we van deze weg af. Nee, ja, niet hier. Net bij die man zijn huis, hè. Een stuk terug. Oh. Hier, we zijn er al voorbij. Oh. Maar we rijden gewoon een stukje, joh. En dan kijken we wel. Tot dus je denkt van, nou, dan gaan we weer terug. Ja, toch? Dus ik dacht gewoon deze weg. Ja, voor de. We zijn hier gewoon de stoepen van graniet aan het maken. Hier bij Gelsel. Ja. De skyline van Litouwen. Ja, echt bij alles. Kijk, daar moet je naar kijken, man. Alles is gewoon strak, mooi. Strak, nieuw. Echt bizar dit. Dit is eigenlijk gemaaid. Het is echt heel bijzonder. Echt bizar. Ik ben op zoek naar het geografische midden van Europa. Maar het is een beetje in een eindje lopen. Kijk, ik moet daar omhoog. Hier is het. Heel mooi houten huisje. En dan langs dat huisje. Daar staat hij. Prachtig. Dit is het centrum. Hier kan je dingen doen. Kopen. En dan hier is het geografische centrum. Alle vlaggen van Europa. En dan daar is een beeld. En dit zal dan het echte geografische midden zijn. Is dit de steen? Ja. Kijk, het geografische midden. Hier is de obelix. Die is in 2004 neergezet, toen
Litouwen lid werd van de Europese Unie. Hele oude boom, vooral een beetje dichterbij lopen. Heel apart. Ja, ja. Gewoon helemaal met de lood en dingen. Hebben ze hem beschermd? Ja, zeg gaaf. Ik ben alvast aan het snijden voor de macaroni. Even kijken, even. Ons eten staat al lekker te pruttelen. Njam, njam, njam. Spaghetti. Want Rollebolle Gijs heeft honger. Bed is al klaar. Daar is Robberdoes. Zeg eens even dag tegen de camera. Nee. Nog iets te melden? Nee. En, heb je nog nieuws voor de BBC News? Hebben we lekker gegeten? Ja, heerlijk. Hebben we afgewassen met onze camper, met onze gijzer. Helemaal super. En nou gaan we lekker toetje eten en Jeremy kijken. Gaan we allemaal doen? We gaan op de rood. Op de rood again. Ah, oké. Okay. En we zijn nog in Litouwen. Je weet nog niet waar wij heen gaan? Nee. Ah, oké. Okay. Heerlijk slapen bij de kerk. Een hele mooie boom.